kijkers, goedemiddag. Wij bevinden ons nu op de Johan Adolf Bengel International Airport, waar de presidentiële delegatie die voor een week was vertrokken naar Nederland, intussen terug is gekeerd naar Suriname. De president van de Republiek Suriname, zijn excellentie Chandrika Persat Santokhi, is vandaag heel warm ontvangen door een comité ontvangst presidentiële delegatie. Heel warm hier ontvangen op de Johan Adolf Bengel International Airport. En hij zal zo dadelijk het protocol van overdracht ondertekenen. Dat wil zeggen dat hij de grondwettelijke bevoegdheid dat in handen lag van de vicepresident van de Republiek Suriname officieel weer overgedragen wordt aan de president van de Republiek Suriname. De president zal morgen in een officiële persconferentie uit de doeken doen wat dit bezoek van Nederland-Suriname zal brengen. Kijk en luistert u mee naar de plechtigheden in verband met de terugkomst van de president naar Suriname. Bedankt, vicepresident. Dames en heren, we hebben net de overdracht gehad. Bij deze wil ik de vicepresident bedanken voor de waarneming. En dit is wat wij afgesproken hebben vanaf de start van onze coalitie. We gaan het land leiden op basis van eenheid van beleid, eenheid van bestuur en eenheid in leiderschap. Voor wat betreft het bezoek gaan wij uitgebreid de samenleving informeren alvast morgen. Dit is een persconferentie. Tezijde tijd zullen wij ook het parlement informeren over het bezoek, het programma en de afspraken die gemaakt zijn. En vervolgens moeten we allemaal gaan uitvoeren. Aanstaande woensdag zal het ook op agenda staan op de raad van de regering, zodat we ook vanuit de regering structuren kunnen ontwikkelen om al die afspraken die gemaakt zijn uit te voeren. Slechts te benadrukken dat we gegaan zijn daarvoor om te zorgen dat die samenwerkingsrelatie tussen Suriname en Nederland die afgelopen 10 jaren helemaal bekoeld was. Er was vrijwel geen samenwerking dat wij die samenwerking op alle niveaus, met goed vertrouwen, met uitbreiding van die samenwerking, met verdere verdieping van die samenwerking, hebben hersteld. De goede gesprekken te voeren vanaf de koning Willem-Alexander tot de premier Rutte met zijn regeerteam, waar een goede werkafspraken gemaakt zijn met mij en mijn regeerteam. En vervolgens zijn er nog afspraken gemaakt met zoveel andere overheidsinstituten, ministeriële afspraken, ministeriële overeenkomsten. We hebben ook een prachtige bijeenkomst gehad in de Staten-Generaal met de Eerste en de Tweede Kamer. Voorafgaand aan de lezing een goede bespreking gehad met de voorzitter van de Eerste Kamer en de voorzitter van de Tweede Kamer. En er zijn daarna ook afspraken gemaakt met verschillende gemeenten, met verschillende burgemeesters. Dat we weer de steden van samenwerking gaan oppakken. Met de diaspora gemeenschap zijn er ook goede afspraken gemaakt. Met private ondernemingen van Suriname en Nederland zijn er ook goede afspraken gemaakt. Met ziekenhuizen zijn er ook goede afspraken gemaakt. Met name AMC ziekenhuis, maar ook andere ziekenhuizen zijn, hebben zich inmiddels ook al aangeboden voor de intensieve samenwerking met ons. Maar morgen gaan we uitgebreid informeren, maar voor dit moment wil ik het hierbij houden. Nogmaals, onder dankzij aan de vicepresident voor de waarneming. God bless you.
Thank you. En dat is wat we doen door het nationaal beleid te voeren, maar ook met internationale samenwerking.